het grote succes van vorig jaar organiseerde de stichting Vrienden Nina Kruijer zaterdag in samenwerking met Ruud Baas van Baas Tennisschool een tenniskliniek voor kinderen bij het Zijpke in Schagerbrug. Er kwamen 21 kinderen die tot grote verrassing van Nina Kruijer en Ruud Baas goed voor de dag kwamen. Aan het eind van de middag kregen ze allemaal een door Nina Kruijer persoonlijk gesigneerd tafeltennisbedje en een bidon. Daarna speelden Nina en Ruud onder grote publieke belangstelling nog een demonstratiewedstrijd. Inmiddels was ook de foodtruck van restaurant De Keuken gearriveerd voor heerlijke poffertjes en Italiaanse hamburgers. Bekijk de fotoreportage van de tennisclinic van Nina Kruijer in het fotoalbum op schagenfm.nl.